aan jou, Nicky. Want er zijn nieuwe videobeelden opgedoken die aantonen dat Rusland betrokken was bij de executies in Bucha in Oekraïne. Ja, de New York Times die heeft video's bemachtigd die bewijzen dat militaire parachutisten uit Rusland betrokken waren bij de executies in het Oekraïnse Bucha. Op beelden van bewakingscamera's zien we hier twee Russische paratroopers die met 9 Oekraïnse mensen lopen. Je ziet dat ze voorovergebogen lopen. Ze houden elkaar vast aan een riem. En volgens de New York Times gaat het om burgers die wapens hadden opgepakt, burgermilitie, en samen Bucha verdedigden. De beelden die zijn van 4 maart en de paratroopers die namen Bucha een dag eerder in. Nou, beelden van een dag later, 5 maart, zien we via een drone dat er bij een gebouw daar, het hoofdkwartier kunnen we dan zeggen, lichamen op straat liggen. Het gaat daar om de Oekraïners die zijn vermoord. Ze worden in gaten gehouden door de Russische soldaten. 8 van die mensen kwamen om en de 9e gevangene die door de New York Times is getraceerd, die raakte gewond bij die moordpartij, hield zich stil, deed alsof hij dood was en heeft het op die manier overleefd. Heeft ook gesproken met de krant en heeft dus verteld ook over die situatie. Maar op basis dus ook van die dronebeelden en de satellietbeelden was dus te achterhalen wat daar destijds is gebeurd. En de Russen die hielden dat voorstadje van Kiev ruim een maand bezet. En ja, het schokte de wereld natuurlijk toen duidelijk werd dat daar honderden lichamen op straat lagen van mensen die daar om het leven waren gekomen. Moskou die zegt dat alles in scène is gezet door Oekraïne. Dat houden ze tot nu toe de hele tijd vol. Maar de New York Times die zegt dus ja, wij tonen nu aan dat de mensen die daar zijn geëxecuteerd voor hun hechtenis ook in het voor hun dood in hechtenis waren van het Russische leger en door hen zijn geëxecuteerd. Wat zeggen die beelden u als u ze ziet? Behalve dat het afschuwelijk is natuurlijk. Dat is natuurlijk waanzin. Hè? Wat je hier ook ziet is dat oorlog is natuurlijk een extreme vorm van de toepassing van geweld. Maar ik wil er wel bij zeggen dat als deze beelden kloppen en er zal onderzoek naar uitgevoerd worden. Dus we gaan even vanuit dat wat de Washington Times zegt dat klopt. Dit heeft niks met oorlogsvoering te maken. Dit is crimineel gedrag. En ik denk wat goed is om te beseffen. Ja, maar u zegt niks met oorlogsvoering te maken. In ieder geval niet zoals wij oorlog voeren, toch? Nee, dat is een hele goede opmerking die u plaatst. En laat ik dat ook in de context plaatsen. Waar ik vanuit positie binnen de Nederlandse Defensie Academie als wetenschapper me ook dagelijks mee bezig hou. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de relatie naar bijvoorbeeld de mens centraal in de Chinese krijgsmacht. Waarom dat het ook zo belangrijk is. Dat het niet alleen om middelen gaat. Ook als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de Russische krijgsmacht. Het Russische leger. Heel erg sterk gefocust op een hiërarchische organisatie. Waar het eigenlijk gaat. De realisatie van die Russische krijgsmacht over de laatste 10, 15 jaar. Voornamelijk heeft zich gericht op hoogwaardige technologische middelen. Wat je ziet bij de mens, bij de Russische militair eigenlijk, heel veel dienstplichtigen. Maar ook in de opleiding, training, vorming van die dienstplichtigen zie je een cultuur van geweld. Ja. Dus hetgene wat mij is aangedaan, doe ik ook een ander aan. Maar je ziet ook dat het ontbreekt op het gebied van leiderschap. Je ziet dat Russische commandanten en leidinggevenden niet bij machten zijn of niet bij machten willen zijn of niet in staat zijn om daadwerkelijk af en toe paal, perk, grens te stellen, maar ook een goed voorbeeld te geven. Dat is iets wat je mist. En ik denk dat wij in Nederland, ik zeg niet dat wij foutloos zijn, en daar waar gehakt wordt vallen Spaanders, maar ik denk dat wij wel die systemen goed hebben ingericht. En daarom ook is het belangrijk dat we, als je het hebt over investeren in de krijgsmacht, nou ook die podcast, maar investeren in de krijgsmacht, is dat je die mens moet centraal stellen. En als je het niet doet, ja, dan zijn de consequenties zijn niet overzien.